Hallo. Wat was dat leuk, die dansers. Ja, het is raar als je, ik geloof dat ik de oudste ben van de, ik weet het niet, maar ik denk van de medewerkers vandaag. En er zijn dus heel veel mensen niet meer die er in de loop van de jaren wel waren. En die strijden een beetje in mijn herinnering om aandacht. Heel veel die er dus niet meer zijn. En ik wou eigenlijk beginnen met een gedicht wat ik eigenlijk bedoelde over Ed Leeflang. Een hele mooie dichter waar ik heel erg veel contact mee had. En daar heb ik een heel kort gedichtje over geschreven. Dat heet Brieven. We wisten niet, toen wij die lange brieven schreven op papier, dat wij de laatste waren die nog op die manier van elkaar hielden. Met langzaam overdachte woorden die we meenden. Oh, nu ben ik op de verkeerde bladzij. Oh ja, nee, hier. Dat gaat, ik ben dus al heel oud en dit boek is uit 1971. In 1970 schreef ik er iets over het planetarium in Vranekke, dat dit jaar op de lijst van de werelderfgoed van de UNESCO is komen te staan. En toen dacht ik, God, ik heb er toch eens iets over geschreven. Toen heb ik het weer opgezocht en gevonden. En dat wou ik nu even voorlezen ter ere van IJzerga, die dat planetarium heeft gebouwd. En daar zat ik toen meer dan 50 jaar geleden vol bewondering naar te kijken. Een oude roze non kijkt naar de schijnbare beweging van de zon op het blauwhouten plafond en mompelt wonderlijk. Wonderlijk dat wat een wolkkamer in 1780 verzon, zoiets vernuftigs als die Vries, dat God ook en nog veel eerder en veel beter kon. Het is echt heel mooi, maar het zal nu een vergeven zijn van de mensen die dat allemaal willen zien. Nou, dit is een beetje heel anders iets. Namelijk, ik kreeg de vraag om over bedreigde diersoorten en of bedreigde dieren te schrijven. En toen heb ik bedacht dat de kat van de buren nogal door mij bedreigd werd. En het heet dan ook over bedreigde dieren gesproken. De kat van de buren wordt door mij met dagelijks dreigender dreiging bedreigd. Ik hoef het raam maar open te schuiven, mijn waterpistool profilactisch te vullen. Hij rent al voor dekking weg onder de heg en blijft naar mij kijken van ver weg. Daarachter lang, nijdig, verwijtend. Of is het een zij? Ik zie de betegelde tuinen van smetvrezende buren. Maar het poepen en piezen doen hun snoezige poezen in de smeuïge aarde bij mij. Pas op, hoor, of ik ga ook lachen. Ah, nou, deze is helemaal niet leuk. Aan de bewakers in bijvoorbeeld Zeist, dat was nog een heel lang tijd geleden, toen ze asielzoekers en dat soort mensen opsloten in een gevangenis. Heren of dames bewakers, hierbij wat simpele vragen. Wist u, toen u werd opgeleid voor dit beroep, dat u bereid zou moeten zijn ook mensen die geen kwaad hebben gedaan in te sluiten?
dat u verplicht zou worden kinderen in uw inrichting gevangen, het rennen door de gangen te verbieden? Brandt niet de sleutel waarmee u 's avonds hun cel op slot doet in uw hand? Uw kinderen, uw neefjes, nichtjes, rennen die wel? Hoe gaat u 's avonds slapen? Hoe doet u dat? Zet u het uit uw hoofd? Heeft u expres geen tijd om na te denken, mee te voelen? Bent u nooit bang dat u ook zelf ooit in een gevangen belandt? Heet dat gevangen dan misschien gruwelijke spijt? Nou, ik ben weer eens een keer vergist met al die nummertjes. Dit wou ik nou juist als laatste doen, nou ja. Nou, dan moet ik, ben ik klaar, geloof ik bijna. Nou, ik ga er eentje zomaar doen die was bedoeld voor een tentoonstelling in het Mauritshuis. Alle plaatjes bekeken, vond het mooiste het mooist. Maar na een poos werd het op één na mooiste het mooist en nog weer later het lelijkste het mooist. Hoe daarna ooit nog over mooi gekwinkeleerd. En met deze wilde ik afsluiten. Wat ik nu ga voorlezen, heb ik geschreven voor een voorstelling die gebaseerd was op een boek over een man die zijn vrouw opeens verandert in een vos. En hij, en dit is het lied van de vos. Dus de vosvrouw spreekt vlak nadat ze getrouwd zijn. En zij weet nog van niks, ze weet nog niet dat ze een vos zal worden. Het is niet zo heel lang, maar ik heb geprobeerd daar iets van haar voorgenomen liefde in te verwoorden. Lied van de vosvrouw. Dit is dus de vos die reek, maar dat weet ze nog zelf niet. Ik weet wel dat geen liefde blijft zoals je hoopt dat hij zal blijven. Dat alles zal veranderen, zelfs onze eigen lijven. Ik ben niet dom, kortzichtig of naïef. Maar één ding weet ik zeker. Diepte waarmee ik jou liefhebbend lief heb, sleur en slijtage zal ontstijgen.